Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben JC en het is vandaag zondag en ik ben echt super vroeg op. Het is nu, nou, 7:45 denk ik. Ik ga richting het theater, want er zijn mini-voorstellingen waar de kleinste danseressen en dansers dansen. Het was een duif. Die gaan dansen en ik ga even backstage helpen. Dus dat is alleen de ochtend tot 12:30. En daarna ga ik lekker met Nadine en Christy. Oh goed, mijn laatste vrije dag, hè. Dus even doorpakken. Nou, gisteren had ik lekker een ritje gemaakt op mijn elektrische fiets. Vandaag ben ik weer even op mijn stationsfiets. Dus dat is toch wel echt even een verschil. Oh wel. Leuk dat je er al wel zei door, jongens. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en vergeet ook even niet te abonneren. Gisteren de verjaardag van Elina was ook echt gigantisch leuk. We hebben zo gelachen met elkaar. Dat was echt heel leuk. Check even de vlog van gisteren. We gingen op een bootje in Amsterdam met van die koptelefoons op. Dat heet volgens mij zo'n silent disco idee. Nou ja, het was in ieder geval hartstikke grappig. En ja, ik denk dat Christy wel laat thuis was hoor. Misschien rond een uurtje of 1:30, 2:15. De anderen bleven nog doorfeesten hoor. Maar ik dacht, ik moet echt naar huis. Want anders dan kan ik dit nu niet goed doen. En ik dacht, nou ja, weet je, is misschien heel extreem. Ik ben natuurlijk niet zo'n heel erg uitgaansbeest. Ik vind het leuk af en toe, echt wel. Maar ja, ik ben al kapot. Nou, als ik 3 kwartier moet staan, gewoon. Hou op. Wat trouwens ook eng is om te realiseren, is dat ik vorig jaar, ik ben precies 1 jaar geleden overvallen. Precies van, nou, het was vorig jaar natuurlijk op een zaterdag, viel deze datum. Maar precies nu. Eng, hè? Dus ik sta vandaag heel erg scherp. Mijn ogen die draaien echt als uilen rond, zo. Nee, maar het is ook alweer 1 jaar geleden. Ik kan nagaan hoe snel die tijd gaat. Ongelooflijk. Dus, nee, maar dat is allemaal gewoon afgehandeld. Ik weet niet wat er nog met hun, met die daders, is allemaal gebeurd. Daar, ik hoef me daar, I just really don't care. Ik heb mijn ding allemaal gekregen en that's it. Daar zijn we weer, jongens. De voorstellingen gaan zo beginnen. Het zijn er 2. 1 om 10 en 1 om 11. De zaal stroomt nu vol. Ja, dat gaat hartstikke snel. En iedereen moet weer klaar zijn. Waar is mijn draaiboek? Als ik geen draaiboek heb, weet ik helemaal niet wat de volgorde is. Jongens, ze krijgen allemaal ook zo leuk zo'n glow in the dark stick. Oké, jongens, we zijn nog bezig met de show. En ja, we gaan gewoon door en door en door. Nu is al de tweede show. En dan is het weer bijna klaar. Dus het gaat eigenlijk heel snel. Dit zijn kleine shows hoor. Dus dit zijn niet hele grote. Nou jongens, het hele einde is al in zicht. We gaan nu naar de slotdans. Woe! Toch leuk dit. En ik ben klaar bij de voorstelling. Ik eet even een boterham. En ik ga naar Nadine en Christy. En dan gaan we even lekker naar Leiden toe. Nou, wat zijn we uit. Leuk dat haar in een clip vandaag. Ja. Leuk. Ja. Nadine in een staart. Hé. Dit is echt zo'n juffenoutfit, Chris. Met dat koubertje. Oh. Oké, jongens. We zijn bij een superleuke vintage store. We gaan even kijken of we leuke vintage kleding kunnen vinden. Wij zijn daar echt wel van met z'n drieën. Althans, jullie twee vooral. Ja. Ik ga gewoon mee. Ja. Dus we gaan even kijken of het is in Leiden, dus ik ben heel benieuwd. Het was net al chaos, want die brug stond open. We moesten echt 20 minuten wachten op zo'n brug. Wat een gezeik. Nou, ik doe alles kort, korte mouw. Ik heb het zo warm. Kijk, dit is de winkel. 20 kilo kleding voor 20 euro. Oh nee, 1 kilo per 20. Oh, maar het ziet er echt super gezellig uit. Ze hebben het wel leuk aangekleed. Nou, samen dan. Wat een winkel. Ja, super leuk dit. Allemaal leuke vintage. Dit is wat voor I am Denise. Oh, ik vind dit echt afschuwelijk. Ik heb nooit zoiets afschuwelijks gezien. Nee. Maar ik denk dat iemand het zo. Ah, het is zo donker. Ik zie helemaal niks ook. Nou, dit was het niet helemaal. Dan weten ze het. Want we wouden het wel vaker al doen. Nee, dit is de eerste keer dat jij ermee kwam. Dag.
Weer naar boven. Die vrouw is gewoon vergeten die auto dicht te doen, hè? Waarom nou weer dit? Zeik. Ik heb zoveel spullen weer in mijn handen. Jij moet aan alles denken. Ja, mijn fout. Ik moet het op een keer graag zoeken. Ik moet er naartoe rijden. Chris is de moeder van ons drie. En het is ook nog eens mijn fout. Nou, het is onwaarschijnlijk bijzonder. Ik weet niet of het mijn fout is. Nee, ruzie weer. Heb je de auto afgekomen? Niet leuk. Dit vind ik echt heel, heel erg. Het zijn maar 5. Nou, 4 dan ook nog. Nee, Stacy. Oh ja, ik word echt mentaal weer. Ik word echt zwaar. We zullen dan lopen. Even een snelle lunch. Ik vind het zo duur. Moet je kijken, 1,89 voor een breaker. Dan ben je echt gestoord hoor. Ik doe het niet. 2,10 euro? Nee. Nou, het is super gezellig hier in Leiden. We zijn echt helemaal uit en we hebben echt zin in met z'n drieën, toch? Helemaal uit. En de zon schijnt echt super lekker. Het is echt bloedjeheet. Ik weet niet wat zij met hun vest aan doet, hoor. Ja, ik dacht dat het kouder zou zijn. Het is echt gewoon gloeiend heet. Zullen we even op de stoep lopen? Ja, leuk. Als we nog alle drie thuis willen komen. Ja. Oké, jongens, wij gaan dus zondag naar een festival. En we hebben gekeken dat het heel lekker weer wordt. Dus we gaan even nu kijken voor outfits voor in die trant weer. Oké, jongens, we zijn dus op zoek naar echt wel wat zomerse kleding voor het festival. En het is een Eindhoven zondag. Dus precies als jullie dit nu zien, over een week, is het, als jullie dit zien, is het nu. Dus dan zijn we er al. Maar ja, we willen wel even leuke kleding. Dus ik wil even goed kijken ook. En ik zie daar al gave schoenen hoor, in die stellages. Oké, we staan even in de Zara. En ik ben hier ook even aan het kijken, lekker. Ik zie, dit vind ik al heel leuk, zo'n lekkere broek. Ja, ik moet wel even kijken wat niet zo warm is. Want het wordt daar denk ik in Eindhoven, nou ja, is het natuurlijk al veel warmer dan dat ik denk. Dus ik ga nou niet hele warme kleding halen. Oké, ik heb allemaal leuke dingetjes die ik wil gaan passen. Ik laat het jullie even nu zien. Dus outfit 1. Oké, dit is outfit nummer 1. Dit is allemaal crème kleur. Het is verschrikkelijk. Die ook Christy belt. Ja, Christy. Ik zit min 1 en dan de paskamer. Oh ja, wij zijn ook in de paskamer. Wij zijn min 1. Oké. Oké, hoi. Nou, anyway, het licht is echt verschrikkelijk hier, maar dit is crème kleur, maar ik vind hem, ik weet het niet, een beetje pyjama vibe. Jongens, echt iedereen heeft een Twizzer, dus wij nemen ook zo'n Twizzer. We zijn wel geslaagd, ik heb ook even parfum nog gehaald en ik heb dat broekje uiteindelijk gehaald. Eén zo'n broekje en die vrouw heeft kleding voor haar vriend. En jij moest zo nodig de kruidvat in, dus waar moeten we heen? Deze is 2,5 prijs. Nou, we zijn weer volledig geslaagd. Joehoe. Nou, oké. En de bom mee. Ondertussen moet ik zo'n TikTok posten, jongens. Het is al 3:15. Zullen we even lekker zitten met die Twizzer? Of lopen gewoon? Weet je waar je kan zitten met die Twizzer? Ja, ik ook niet. Dus we lopen maar wel weer. Ik hoor het al. There we are. Again. Jongens, ik heb weer zo'n goede aanwinst. Moet je kijken, deze leuke broek. Superleuke kleur. Ja. Een soort van kleine joggingbroek. Nou, jogging is het niet. Wat is het voor grap? Het is gewoon een soort spijker, korte spijker. Nou, leuk. Dikke duim. We zijn klaar voor vandaag. We gaan lekker weer naar Den Haag toe. Oh. Dus, kijk eruit. Daar gaan we naar achter. Ik heb hem nog niet aangezet, volgens mij. En waarom ik eruit? Daar, uit. Zo, we zijn alweer in Den Haag. Wat gaan we hard. Moet gedragen. Oh, wat wil je? Wat wil je? Wat wil je van mij? We moeten zelf die pik op proberen. Ik heb nee. Maar ga ik wel even proberen. Ik krijg helemaal paniek. Hè. Wat als die explodeert, hoor ik echt werkelijk niet goed. Wat zit erin voor ingrediënten? Er zit in sodium. Total carbonia, dietary fiber. Nou. Oh nee, helemaal niks. Oh, sodium en het is verder gewoon een pikkel. Oh. 0 calorieën. Oh. Jongens, kijk hoe leuk. Ik heb Big Papa pikkel. Ja, verschrikkelijk. Zullen we dit proberen? Ik ben super bang dat het misschien gaat lekken. Nee. Nou. Oké, dat is echt super dik gewoon. Ja. Wow. Lekker?
waar je ons. Oh, hoe rauw! Nee, eet je het niet op? Zo zout. Echt? Mijn aderen slippen dicht en mijn zon brandt weg. Oh, zo. Oh! Echt werkelijk niet goed. Oh my lord. Het is echt niet lekker. Het is werkelijk een hel. Oh joh, dat sap helemaal. Het is heftig, maar het is alles. Het is en dat sap explodeert in je mond. Het is een hele pot nat. Ja. Nou jongens. Oké, heel even snel die parfum unboxen. Daar ben ik echt super tevreden over. Kijk, je kreeg dit er ook bij, een soort, ja, eau de cologne. Oh, lekker. En dit is de parfum. Even ruiken hoe die body... Dat dezelfde is. Oh ja, het is echt een lekkere body spray. Een body splash. Lekker. Zo, ruikt echt heel lekker. We spelen Uno en we hebben letterlijk de hele pot gespeeld. Dus we moeten nu opnieuw staken de wedstrijd. We zijn ongeveer hier. Die neemt volgens mij nog één of zo. Ja, één. Oh. We're done. Het is zo gezeik. Wij willen dus een spel kopen. We hebben op Marktplaats even gekeken. Want dat is natuurlijk goedkoper dan dat je het ergens haalt. Alleen dat spel hebben we gevonden, heel leuk. En nu willen we dat bij iemand ophalen. Alleen diegene doet zo moeilijk. Die wil en geen pin, dus geen tikkie. Dus Nadine en ik zitten nu zo... Knaken los. En wij zitten knaken onze laatste stuivers bij elkaar te rapen. Allemaal eurocenten. Nou, we hebben het. Maar gaat het lukken? Ja, we hebben het. Oké, dan kunnen we het ophalen bij die man. We gaan even lekker eten. Oké, OMW to het spel. We worden echt gevangen door motorrijders. Ik vind het echt doodeng. Oh! Nou, dat is echt, hou maar afstand hoor. Hij moet echt zijn plek kennen, hoe lang die is. Ik heb echt, ik reed bijna aan, hè. Ja. Je weet ook niet wat voor type het is, nee. Hè? De man was heel aardig bij wie we het kochten, het spel. Ja, zie je maar voor, zo die zie je maar. Ik ga dan op WhatsApp, op de manier hoe je typt, ga je toch een soort imago bepaald, bedenken. Ja, precies. Een bepaald persoon. Ja, terwijl het hartstikke aardig is. Gewoon echt een nieuw spel, lekker gesield. Ja, echt super. Ja, dat vind ik ook heel fijn. Dat je weet dat niks mist gewoon. Alles is compleet. Ja. Oh, gezondheid, kind. Gaat het? Nou, we gaan even naar Dirk. Even een snack halen, want we kunnen dat spel spelen. Nee. Chrissy gaat echt met een bloedvaart. Ja, elke keer. Ja, echt gewoon doorlopen. Die domme. Zo. Oh mijn god, we hebben zo'n lekker idee. We gaan lekker aardbeien. Chrissy, we hebben dan toch eierkoeken nodig? Ja. Maar waar is die dan? Ja, dan moeten we weer naar het brood toe. En ik heb even twee M&M toetjes, zo'n zin in. We hebben hele lekkere activiteiten. Aardbeien met eierkoeken. Lekker. Gillen. Oh, ja, dat is voor jou niet te doen. Nee, maar ik doe dan een beetje kwarkel op en dan kun je die slag gewoon. Dat is echt de worst. Oh, ik hoor. Oh ja. Kijk hoe mooi! Ja! Super fijn! Hoor. Maar kijk die rare zwarte met niks. Waarom is er niks? Ja, dat vond ik dus heel raar. Oh, we hebben geen slag ook. Maar wat is dat? Stiksel of vis? Salaris. Oh, je krijgt hier ook echt pas salaris als je erop staat. Ja, dat weet ik. Meanwhile heeft Chrissy echt een lekker idee. Het ziet er heel lekker uit, inderdaad.
Zo. Ja, het ziet er mooi uit, hè? Oh, jongens, neem even een kijkje, hoor. Ja, het water loopt de mond uit. Als je eentje hebt, pak de bovenste twee huiskaarten van de stapel. Kies je favoriet een bepaalde aankoopprijs met je pasje. Leg de andere speler en vertel hem haar een mop. Als hij zij lacht, ontvang je extra salaris. Als je nog op de universiteit zit, ontvang je 100k. Jongens, het is wel leuk. Ja, we moeten bij elkaar opletten, want anders doe je het fout. 100.000 euro gooi je er gewoon zomaar bij. Nee, maar het verschilt dat je gewoon een K of een M invoert. Ja, wat leuk is, is dat je echt dingen moet onderhandelen. Dus ik moest net, ik vroeg of je drinken wou. Zij zei ja, dus ik kreeg 50k euro. Daar ligt je drinken, poes. Oh, ik dacht ook, jij had hem zo voor mij. Ik denk, maar je moet ook echt acties onderhandelen. Dus ook echt drinken maken. Is echt super leuk. Kom, we gaan gezellig lekker popcorn eten. Vreet je hele bak zeven. Op. Tweeling. Oh. Ja, opgemaakt. Tranen, zo. Ja, maar ik moet gewoon lachen, want zij zo hard moest lachen. Ja, ja. Goed, lieve allemaal. Jongens, wat een week was dit weer. Het zit er weer op. Ik ga lekker zo mijn bed in. Douchen, even klaarmaken voor bed. En dan ga ik lekker slapen. Ah, ik loop langs Suzanne naar huis. Ik moet nog iets geven aan Suus. Nou ja, dat doe ik volgende week wel. Ik ga even mijn planner induiken voor aankomende week. Even nieuwe doelen opstellen. En goed, maar ik ga gewoon lekker nu de vlog afsluiten. Dan ga ik gewoon met een gerust gevoel de maandag in. En morgen weer naar school. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken, jongens. Ik vond het weer zo gezellig vandaag. Ik hoop jullie ook. Morgen zijn we er gewoon weer, hè? En dan zijn we er gewoon weer met een hele nieuwe vlog. Heel graag. Tot morgen allemaal.